Yo, Melfam! En welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van... Jawel, we zijn er weer. Dark Deception Chapter 4. We staan hier voor het Ringpiece altaar. We hebben hier natuurlijk Beer staan met haar hele mooie grote neus. En we gaan vandaag in deze nieuwe video naar de Joy Gang. Dat is een of andere groep van voor mij drie animatronics. En die zijn niet zo leuk. ik heb er heel weinig zin in, maar we gaan het toch met z'n allen doen. Maar voordat wij door dit portaal gaan, wil ik jullie wel nog even heel erg bedanken voor de support op aflevering 1 van chapter 4. Het was echt bizar hoeveel mensen zin hadden hierin. En dat vind ik gewoon super leuk om te lezen. Dus heel veel liefde naar jullie. En als jij natuurlijk zin hebt in deze aflevering, druk even op de blauwe duimpje omhoog. En als je meer wil zien, abonneer even. Daar gaan we. We gaan het portaal in. Wat? Now he's got a camera watching the entrance to keep you from getting past. Echt? Does he think I'm not capable of making you invisible whenever I want? Or shrinking you to the size of a cockroach? Or turning you into a cockroach if I so desire? Well, I'll show him. Return to the ring altar. Fair warning, this might hurt a bit. Wat? This might hurt a bit? Wat is het dan? What? Wat? Oké, okay. Ik heb geen idee wat dit gaat zijn. Maar er zijn al... Nee, dit meen je niet. Wat heb je voor me, Beerus? Finish? Finish? Serieus? Kunnen we onzichtbaar worden voor 15 seconden? Oh mijn hemeltje lief. En trouwens, nu ik hier ook ben... We hebben natuurlijk 6 skill points verdiend. En ik weet niet wat we kunnen kopen. Kan ik die unlocken? Joh! En die? Joh! En wat nog meer? Wat kost nog meer? Wat is nog meer goed? Ik heb natuurlijk mijn speedboost op het hoogst. Maar wat is nog meer goed? Ik denk deze misschien? Kijk, ik weet niet of dit het waard was, maar ik heb Primal Fear ook nog geüpgrade. We gaan nu wel gewoon met Vanish daar naartoe. Dit is echt ziek. We gaan kijken wat dit gaat doen. Vanish. Laten we zien. Dit is Vanish. En wat doet het? What? Nu ben ik onzichtbaar. En ik ben ook heel lang onzichtbaar. Check dat. We gaan hier maar gewoon heen. Oké. Okay. Dankjewel, Bears, voor die prachtige upgrade. Mascot Mayhem. Oh, damn. Waar, oh, waar zijn wij? Welcome to Joyland. Oh, I've got a bad feeling about this. No. I'd pick up the pace if I were you. Joyland. Ik moet toegeven, dit ziet er niet heel erg joyful uit. Kijk hoe dit eruit ziet. Wat is dit? Hier wil je toch niet naartoe? Oh, damn. Ik was zelfs... Oh, vuurwerkjes. Oh. Dat vind ik wel mooi. Een soort van welkom. Maar dit is... Ugh, not very magical looking, is it? Nee. Dat wilde ik net zeggen. Dit is nou niet echt dat ik denk van... Disney. Nee, weet je, het is hem eerder Disney of zo. Dit is niet het... Oké, okay, sorry. Ik dacht, ik doe even een woordgrapje, maar hij ging niet zo goed. Maar ja, we gaan hier wel heen, denk ik. Wij moeten hier wel de ringpiece krijgen. Holy damn. Moeten we hier naartoe? Is dit misschien hetgeen waar we... Hallo? Nee, niet. We mogen dus niet het kasteel in. Dat is altijd juist het leukste. Ik ben nog nooit in Disneyland geweest, maar dat is voor mij wel hetgeen waar iedereen een fotootje van maakt en waar iedereen in wil. Heb ik het gevoel. Oh, wat is dit? Hout. Oh, ik heb echt geen goed gevoel hierbij. Dat had ik al niet bij die nurses in het vorige deel, maar... And another camera. You know what to do. Echt? Waarom zijn hier allemaal camera's? Greeting checkpoint, Joyland. Ah! Rabbit. Hey there, buddy. I'm Lucky the Rabbit. What? Oh, and this is my good friend, Penny the Chicken. Hi, I'm Penny the Chicken. And we're both members of the Joy Gang. No. What about you? Are you ready to become one of the joyful? Nee. Kijk hem ook staan. Oh, terrific. Seeing new visitors fills us up with so much joy. Oh my. To celebrate, we're going to sing our joy. Nee, echt? Wat is dit dan? Kan ik ook weg? Misschien moet ik maar meedansen. Het gaat ook maar door. Ik kan niet meer stoppen met dansen. Wat is dit? Oké. Okay. Even serieus, jongens.
Lopen ze vast of zo? Nou, heel happy zag ik het er niet uit, maar... Oh! Yay! Wasn't that fun? Ja! Good news! You may now enter our joy joy land. Feel free to run around and have a joy joy good time. Oh... We'll be seeing you soon, buddy. Oh, mijn... Oké. Okay. Ik moet toegeven dat het wel echt een hele zieke enge introductie was. Maar ja, de Joy Joy Gang. En we moeten 181 shards verzamelen. Oh, wat de heck. Ik weet niet of ik dit durf. Ik weet ook niet wat ik nodig heb. Ik ga wel gewoon gelijk rennen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik zie wat camera's. We zijn dus even op dit moment onzichtbaar. En daar liep voor mij iemand. Voor mij liep daar iemand. Oh, damn. Ik hoor iets. Ik hoor iets achter me aan zitten. Ik hoor iets achter me aan zitten. Uh-oh. Uh-oh. Wat gebeurt hier? Dit is niet goed. Dit is niet goed. Ah! Nee. 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 Blijf van me af. Ik heb alles gewoon geactiveerd. Het doet me helemaal niks. Oké. Okay. Wat er aan de hand is, weet ik op dit moment ook niet. Ik hoor ze wel achter me aan zitten. Ik ben nu weer onzichtbaar. Ik heb geen idee. Ik zag net wel eens zo'n konijn lopen. En ik heb het gevoel dat dit wel... Ah! Wat de heck? Wat de heck? Oké, oké. Huh, wat gebeurt... Benny's... Benny's eggs will stun you. Die meen je. We hebben wel al echt gewoon 20 van die dingen verzameld. Dus het viel me mee hoe moeilijk het was. Maar goed, we moeten nog een keer. Oh, damn. Ik doe het trouwens even zet en ik pak gelijk... Wat moet ik doen? Ja, ik heb dus die camera's. Kijk. Nee, nee, nee. Jij gaat mij niet stunnen, jij stom kutkonijn. En wat ik moet doen is misschien even mijzelf onzichtbaar maken. Kijk. Want dat werkt. Voor mij zien ze mij dan ook niet. En hier moeten we... Oh, wat doe ik nou? Oh, wat doe ik allemaal? Ik ben echt... ik ben niet slim bezig, maar goed. We moeten weer rennen. We moeten weer een stukje rennen. Misschien is dit ook even handig om te gebruiken. Oh, daar is hij. Of ze... Ik weet niet wat het is. Is het een haak? Death by fairy. I can't even mock you. It's too easy. Dat was een konijn dat achter me aan zat en dat vond ik niet heel leuk. Wat? Ik begin wel echt veel meer in Dark Deception te komen vergeleken met het eerste deel van chapter 4. Maar wat de heck was dat? Ik ging wel weer lekker, moet ik toegeven. Oh nee. Kan ik jou niet gewoon gelijk zo doen of zo? Is dat niet een idee? En even gelijk die gooien en dan... Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ik ben zo bang. Ik hoor iets. Oké, ik heb wat shit gepakt. We gaan hier om het hoekje. Oh, er zit een camera. Nee, er zit een camera. Pas op voor de camera. Oh, nee. Nee, 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 nee. Doe het niet. Doe het niet. Oh, shit. Oh, shit. Oh, wat hangt daar? Er hangt iemand. Ik hoor iemand weer rennen. Oh, ik... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Waar ben ik? Wat gebeurt er allemaal? Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik ben nu onzichtbaar. Oké, die onzichtbaarheidsding werkt wel heel goed. We hebben ook nog maar 9 te gaan, joh. We gaan lekker. Ik voel me echt een beetje... Nee, nee, nee. Jij gaat mij niet pakken. Oh, die muziek trouwens. Ik moet toegeven. Die is niet zo leuk. Hey, see you. Wie ziet mij? Ah, wat doe ik? Ah! Ah! Well, that was lame. I like the way you... Oh, mijn hemeltje lief, joh. Ik moet er nog maar een paar. Dit is het doen. We gaan het doen. Ik moet wel even onthouden waar alles zit. Dus ik moet nu gelijk die onzichtbaarheidsding pakken, ja. En we hebben nog maar een paar van die shards die we moeten verzamelen. Oh, hier is er één. Ik loop gewoon helemaal mis, joh. Oh, damn. Ik hoor eentje. Oh, dat was die kip. Dat is die kip. Die kip loopt daar of zo. Of Tokhap. Ik weet niet wie het is. Vroeger noemde ik kippensoep al Tokhap. Oh. Nee. 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 Je gaat mij niet pakken. Ik heb er nog maar 2 te gaan. Die zitten daar. Oh. Oh shit. Oh shit. Oh damn. Oké. Oké, hier zijn ze. De laatste 2. 1 en 2. Ik heb alles. Ik heb alles. Oh, wat gebeurde daar?
Ik moet toegeven, ik heb dit best netjes gedaan. Ik weet niet of jullie hetzelfde erover denken. Maar ik zit helemaal in het spel. Ik zit van alles te zeggen. Wat hoor ik? Oh, weer vuurwerk. Er is heel dat vuurwerk geweest. Waar moet ik nu heen dan? Hier? Bij deze enge knipperlichtding? Ik weet het niet. Voor mam gaan we terug. We gaan richting het kasteel weer. We hebben het eerste gedeelte gehaald. Klein applaus voor mezelf. Maar nu moeten we toch... moeten we weer door zo'n gang heen? Nee, joh. Hier gaat sowieso weer de Joy Joy Gang komen. Zo van... Hallo, jullie gaan met mij mee. Haha. Maar goed. Oh, ik wist het. You know why they call me lucky? Nee. Because I never lose. I hear you're pretty lucky too. Okay. Let's see how lucky you are. What? Oh damn. Oh nee. Oh shit. Oh shit. What the heck? Remember when I said nobody liked you? What the heck? That's... Wat is dat? The gate is securely locked, right? Ja, ik hoop het. De gate is securely locked. Ik heb wel een extra ge... Kijk dit! Nee, dit is niet leuk. Ga alsjeblieft weg. Oh, ik krijg hier echt kippenvel van. Ik krijg hier echt kippenvel van. Ik pak me gewoon de elevator. I think they're looking at me. No sudden movements. Maybe if you don't move, they can't see you. What? If you don't move, they can't see you? So creepy. Ja, dat vind ik ook. Maar kan ik nou lopen of niet? Ik hoor een lift achter mij, maar ik ben op dit moment aan het kijken naar een leger van animatronics. Oké, ik ga achteruit lopen. Ik ga achteruit lopen. We zijn in de lift. Als in een of ander pretpark zo'n lift is, dan weet ik niet of dat... Heading down, huh? Hangry will be happy to hear that. Hangry? Oh, wie is hangry? Remember when I said I had a bad feeling about this place? Yeah? Now I'm really getting a bad feeling about this place. Ik ook. Beers, we zitten op hetzelfde niveau. Dit komt niet goed. Oh, mijn hemeltje lief. Waar gaat dit naartoe dan? Dit is echt één zieke lift trouwens. Als ik naar een pretpark ga of naar een of ander sprookjeswereld, weet ik veel wat het is, dan ga ik niet in zo'n lift. Of het moet bij de attractie horen, maar ik heb het gevoel dat dit niet bij de attractie hoort. Kijk. Oh jongens, wat staat daar? Security Control Center. Oh mijn hemeltje lief. We hebben wel gelijk een kaart en 170. Oh damn. Ik denk dat ik alleen door deze deur kan, of niet? Het ringaltaar. Systems offline, level 3 access denied. Reboot power. Okay. Systems offline. Ja, dat hoorde. Zone 3 access restricted. Please restore power in zone 2. What? Some kind of control room. Everything is offline there. Ja, dat zie ik. Zo ver was ik ook, Beers. Zie, die mogen we dus nog niet pakken, want we moeten nog al die shards verzamelen. Dit is wel echt ziek gemaakt, trouwens. En dit is toch ook eigenlijk zo... Oh! Ik wilde net zeggen, dit is creepy, maar dit is echt heel eng. Oh jongens, ga nooit naar Joy Joy Land. Echt niet. Dit is ook trouwens gewoon nachtmerrievoer voor de Efteling. Even serieus. Maar moet ik hier langs? Oh. Hi, I'm hangry. I'm a pig. Oh, ribs are my joy. I haven't had a meal in forever. Oh, shit. Come closer. Is that... Oh, are those ribs? Nee. You look delicious. Nee. Would you mind if I put a little barbecue sauce on you? What? I got my own recipe. What? Waarom ben je zo eng? Nee. Great. Now there's a pig too. Well, at least you only have to deal with this one. I had to deal with him my entire life. Maar, wat is dat trouwens? Oh, dat is... Oh, wat grappig! Ik zie zelfs door... Okay. Super secret graphics wel. Maar, wat ik wil zeggen is... Hoe moet ik van dit varken overwinnen? Moet ik gewoon weer rennen en kijken hoe hij werkt en zo? Dit wordt helemaal niks, heb ik het gevoel. Ik ga al gewoon, die pakken. Oh, damn. Ik weet niet wat het is. Durf ik te rennen? Dat is ook de vraag. Want je hebt hier allemaal deuren. Hangry's not himself when he's hungry. Kinda loses control around fresh, meaty ribs. You know what I mean?
goes a little crazy. But aren't we all a little crazy? Yeah. After all, it's a mad, mad world. Oh, nee. That pig looks pretty powerful. Oh, damn. It's probably a good idea not to let it get too close. Oh, damn. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Waar is dat varken? Ik ben echt bang. Ik hoor iets. Ik gebruik dit ding trouwens. Waarom zei hij iets daar? Hallo? Ik ga helemaal fout trouwens, dat jullie het even weten. Maar dat maakt niet uit. We doen het wel. Nee, ik ben hier niet. Hier is rood licht achter. Wat is dat? Well, at least you didn't have to wait in line for hours to die. What? Hij gaat door de muren heen. It's pretty powerful. Ja. It's probably a good idea not to let it get too close. Nee, dat zag ik. Dat zag ik ook met mijn bears. What the heck? Holy damn. Oh. You are dead. Oké, en hoe ik hier dood ging, dat mag Joost weten, want wat de heck gebeurde daar? Ik ging daar door een deur heen en er zat een camera. En toen opeens was Lucky daar. Hoe dan? We moeten dus horen waar hij is. Oh nee. Oh damn. Wat doe ik allemaal? Ik moet echt onthouden waar alles zit. Want ik doe het niet zo... Nee. Oh shit. Word onzichtbaar. Wat doe ik? Waar ben ik heen? Waar ben ik aan het heen gaan? Ik weet niet wat ik doe. Ik ben helemaal gek aan het doen, joh. Oké. Ik ben nog steeds onzichtbaar. Ik heb een heleboel daar gepakt, blijkbaar. Hoe weet ik niet? Maar we gaan terug. Oh, mijn hemeltje lief. Ik hoor hem. Ik hoor hem weer, of niet? Waar moet ik langs? Wat is dit voor... Oh, nee. Waar moet ik heen? Ik ren hier gewoon heen. Dit is het begin. We hebben redelijk al wat shards gepakt. Ah! Waar is hij? Oh, mijn god. Oh, ik vind het zo eng. Ik weet niet... Oh, nee. Wat doe ik allemaal? Waar ben ik? Ik weet niet wat ik doe! Chat, mensen, ik zeg van alles. Ik ben helemaal bang. Hier is trouwens het einde. Ik heb mezelf nu de lul gemaakt. Oh, nee. Ik heb mezelf hier vastgezet. Dit is niet goed. Ik heb die nodig en ik moet kunnen rennen. Laat ik eerst kijken waar ze zijn. Als die opgeladen is, we moeten dit goed doen. Oké, kijk, zo. En nu gaan we rennen en dan doen we zo. Kijk, dat zijn tactieken, joh. Dit zijn tactieken. En dan gebruiken we die. En nu rennen we door. Moet je zien hoeveel ik al heb. Ik ben echt pro-gamer op dit moment. Ik weet niet hoe ik dit... Oh, nee. Ik zit op alles op E te drukken. Oh, jongens. Hier, pak... Doe ophouden, jij! Jeetje. Hou op. Klote varken, echt waar. Enemies revealed. Oh. Nee, ik ben hier niet. Wat lul je nou? Hij is over daar. Rot op. Echt waar. Jij gaat niet hier alles nog kapot maken, meneer het varken. Echt waar. Hagri, Harry, hoe je ook maar heet. Ik vind het helemaal niet een leuke naam ook trouwens voor een varken. Noem hem dan gewoon Piggy. Weet je, Piggy is veel leuker. Er is veel... Even mock you, it's too easy. Ik vind het zo flauw dat hij door die muren heen kan. Het is zo immens flauw. Maar we moeten nog maar 25. Dat vind ik het meest positief aan dit hele avontuur tot nu toe. Laten we maar gelijk even weer deze. Nee. Ja, die voor. Oké. Well, at least you didn't have to wait in line for hours to die. Ik vind het zo stom dat ik daar steeds dood ga door dat konijn. Daar kan er niks aan doen. Oké. Oh shit. Ik hoor hem. Nee. Wat de heck? Hij zat stil. Ik heb iets gedaan wat goed was, maar ook weer niet of zo. Gebruik trouwens dat ding dan. Wat doet dat varken ding? Dat varken werkt soms niet heel goed mee. Ik moet het nog maar 7. Hoe heb ik dit gedaan zo snel? Kan iemand mij dat uitleggen? Ben ik nou zo'n pro-speler op dit moment of zo? Hoe doe ik dit? Ik weet niet hoe ik dit doe. Oh nee, ze zijn hier. Oké, ze zijn hier. Oh shit.
Ik moet hier nog maar een paar. Hier zijn de laatste 5. Alles gaat fout, maar hier zijn de laatste 5. 3, 2, 1. En... pak hem. Pak hem. We hebben alles. We hebben alles. Waar ben ik? Huh? Wat staat daar trouwens? Oké. We hebben alle shards. Ik moet toegeven dat ik dat best netjes heb gedaan. Maar wat is nu de bedoeling? We moeten naar dat gele toe. Dat is altijd wat aan de hand is. Oh, maar wacht. We moeten de stroom aanzetten en dan... Hallo? Nee, 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 nee. Hou op. Wat ik wilde zeggen, we moeten de stroom aanzetten. Is dat hier ergens? Oh, er zitten hier zelfs traps die ik niet heb gezien. Ik weet niet hoe ik dat allemaal over het oog heb gezien, maar goed. De stroom. Oh, dit gaat niet goed komen. Als ik dit aanzet, gaat er iets fout. Let op. Ik I'm not really feeling the joy yet. How about you? Nee, dit kan niet goed zijn. Dit kan niet goed zijn. Ik ga maar mijn ren voorpakken. En mijn onzichtbaarheidsschild. Ik heb het gevoel dat dit helemaal fout is gegaan. Dit kan niet goed zijn. Oh, joh. Ik weet ook niet wat ik allemaal nog zeg. Sorry. Ik vind het zo'n vet level tot nu toe. En ik heb even die gepakt. Maar we gaan terug. Ik hoop dat jullie hebben genoten van dit avontuur tot nu toe. We gaan er een stuk sneller doorheen dan het andere deel van dit chapter. Want hier moeten we nu... Power online. Oh. Zone 3 access granted. Ja, zone 3. Oh, good. Everything works now. Ja. How convenient. Ja. You heard her. Get to zone 3. Oh, maar op zulke momenten als Beers zo praat, zit ik echt van... Ik kan jou niet geloven, Beers. Maar ja, we moeten dit toch doen. Zone 3, wat ga jij voor mij Een lift. Nee, niet een lift. Wat? Gaan we nog dieper? Hoe groot is deze facility? Dit is niet meer een leuk pretpark om met je kinderen of wat er toe naar dood te gaan. Nee, dit is gewoon echt een of andere grote massamachine van robots om iedereen te vermoorden en de wereld over te nemen. Kijk dit dan. Oh, ik heb ook nog gelijk ook. Oh mijn. Kijk dan, hier wordt... Where are we? Some kind of processing plant? Ja, dat gevoel heb ik ook. Zie hoe snel dat gaat, joh. Als er eentje voorbij komt, gaan we rennen. Hallo? Ja, zie, dat was zo'n varken. Oké. Dat was 1 stap. Hier is stap 2. En hier is stap 3. Oh, mijn hemeltje lief. Waar de heck zijn wij? Er zit hier zelfs lava? Unauthorized intruder detected. Nee. Dispatching Joy Joy Gang. Nee. Dispatching Joy Joy Gang. Dat klinkt niet goed op dit moment. Want dan gaat waarschijnlijk weer 3 van die stomme dingen achter me aankomen. Kijk dan ook hoe dit eruit ziet. Dit is echt gigantisch. Oh, en hier begint het ellende weer. Maar nu hebben we dus alle 3 achter ons aan. Dus die vliegende kip, dat kutkonijn en dat stomme varken. Wens me succes. We gaan ervoor. Processor unit stalled. Wat? Reboot breaker switch to resume crusher function. Waar heeft ze het over? Oh, wat? Moet ik dit activeren? Nee, niet. Waar heeft ze het over? Ze heeft het over iets, maar ik weet niet wat. Kijk, want hier staat een of andere hele grote machine. En de deur is niet open. Oh, nee. You ruined my mouth. Squishy, look what you did to my face. You made me ugly. Who's gonna take photos with me now? It's another animal. Oh, damn. Oh, damn. Oké, wat moet ik hier doen? Wat moet ik hier doen? Ik heb Wat de heck is dit voor level? Kijk hoe dit eruit ziet. Ik weet niet wat ik hier moet doen. Ik zie wel alles maar op de minimap staan. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Gebruik die maar gewoon. We hebben ze dus allemaal achter me aan zitten op dit moment. Hier kan ik niet langs. Daar kan ik niet langs. Oké. Gebruik maar ook deze. Jullie hebben wel wat dingen in de chat achtergelaten qua tips. Hoeveel van die tips nuttig zijn weet ik niet. Maar we mogen daar nog niet naartoe. Oh damn. Ga maar rennen. Ga maar rennen. Die muziek is veel te intens. Hou op met mij. Hou op met mij. Ik moet... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ga maar even onzichtbaar worden. Ik weet niet of dat, hoe dat onzichtbaarheidsding werkt. Dat is het enige waarvan ik niet...
Daar zit er één. Nee, niet Lucky Buddy. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hier, ik pak deze wel. Enemies revealed. Nu weet ik tenminste waar ze zitten op de minimap. Dat is iets wat wel heel handig is. En ik heb natuurlijk die nodig. Jullie hebben mij tips gegeven. Daar ben ik jullie ontzettend dankbaar voor. Oh, daar zitten er twee. Oh, nee. Oh, shit. Dat was heel stom. Dat was allemaal heel stom. Ik weet nog steeds niet hoe ik dit haal. Maar voor de rest vind ik dit wel heel leuk. Oké, er zit hier iets. Oh, shit. Oh, damn. Onzichtbaar worden. Ik ga dit gewoon halen. Hebben jullie vertrouwen in mij? Nee. Oké, ik ga alsnog laten zien dat ik dit kan. Let op. We gebruiken hier dit ding. Hebben we daar twee van? Zit er nog één. Toppie. Oh, damn. Oh, check dat varken lopen. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh! Houd deze maar voor. De laatste drie zitten daar namelijk. Kom op. Speed even op. Als je gaat spieren, kan je dit gewoon in één keer halen. Kijk, 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 kijk. Nee, 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 nee. Dit meen je. Melk is hier. Hoe snel is melk altijd? Ik weet het niet. Ik heb altijd het gevoel dat melk wat sneller is dan de andere. Waardoor die jou langzaam maar zeker inhaalt. Maar hier moeten we naartoe. Hier is het. Wat moet ik hier doen? Moet ik hier op dit ding drukken? Reset? Oh, nee. Oh, hoor die geluiden. Oh, melk is hier nog wel. Melk zit nog achter me aan. Maar dat maakt niet uit. We rennen gewoon terug. We hebben iets aangezet wat het doet en wat het gaat doen. Ik durf het niet te zeggen. Ik weet wel dat ik er bang voor ben. Want dit gaat waarschijnlijk of de hele toko opblazen. Of de fabriek wordt stilgezet. Of we hebben helemaal niks bereikt met alles wat we net hebben gedaan. En dat het gewoon eigenlijk een heel nutteloos ding was hier. En dat het allemaal fake was. Zou ook kunnen. Maar hier zijn we dan. Kan ik hier doorheen lopen? Ja, oké. Push. Over there. To crush. Hit the button. Crush them. Now that they are out of the way, find a way back up to the control room. What? Not so fast. Nee. Don't celebrate. Ik was net blij, Melek. That's not even their final form. What? Time for something new and improved. Ik heb hier... Salvage mode activated. Melek, wat ga Project je doen? Project Joy Kill is now initiated. De wat? Oh. Mijn. Joy kill unit completed. Have a joy, joy day. What the heck? I'm back! Look at me! You're in big trouble now, Squishy! Oh! I can eat way more. Dit is niet goed. Dit kan niet. Why does everything gotta be about fools? Sorry. I just get so hungry. Oh nee. Try crushing it again. Wat? Het smelt het gewoon? Don't make me laugh. Dit kan niet. That didn't work. This thing is invincible. Finish him. Nee, Melk, jij kan dat niet doen. Dit is on. Get that thing near you. Oh mijn god, hier kan ik iets mee doen. Oh damn, maar wat doet dit dan? Kan iemand mij vertellen wat daar gebeurt? Want ik weet het niet. Maar we zitten er gelijk weer in. We zitten er gelijk weer... Oh, check dat ding lopen, joh. Oh, oh wat? Hij springt ook. Nee, 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 nee. Oh mijn god. Oké. Oké, hier, ik doe dit wel, ik doe dit wel. Wat doet dit? Ik weet het niet. Ik heb iets gedaan. Oh, ik moet ze alle vier activeren. Ik moet wel echt oppassen trouwens. Ik moet ze alle vier activeren. Kom op. Nee, 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 nee. Ja. Nou, dat was niet heel slim. Wil je mond dicht houden? Echt waar. Niemand mag jou. Kutbeers. Ja, dat snap ik nu ook wel. We moeten dus nu vier... Vier dingen activeren. Kijk, wat doet hij nou doen? Ik weet niet wat hij nou doet, maar dat maakt niet uit. Oh! Ik ben zo dom! Ik ben zo dom! Ja. You are dead. Oké.
Ik heb 2 dingen op dit moment geactiveerd. Hij is echt super kut. Hij springt de hele tijd. Dan doet hij een of andere springaanval. Dan springt hij naar je toe. Kijk dan hoe hij er staat. Dit bedoel ik. Dat is toch niet normaal. Maar hoe moet je dat dan overleven? Dat is mijn vraag. Want hij rent ook op je af en zo. Oh damn. Wat was dat? Dat is zo'n klote ei. Nee, nee, nee. Nee, het doet niet. Ja, ophouden. Hou op jongen, echt waar. Niemand mag je. Oké. Dat moet ik... Deze heb ik nodig. Oh shit. Oh damn. Ik loop nu alleen maar rondjes. Hoe kan ik hem afleiden? Dat is de vraag. Hoe doe ik dit? Ik heb geen idee hoe ik dit kan doen. Ik heb dus nu 2 dingen geactiveerd, maar... Oké, dit werkt. Ja, en nu gaan we daarheen. Ik heb er 3. Ik heb 3 van de 4 geactiveerd. We moeten nu dit goed gaan doen. En niet doodgaan. Dat is het belangrijkste. We hebben nog 1... Oh shit. Oh damn. Zie, daar is de laatste. Hij springt nu. Oh shit. Hij doet weer die lasers. Als hij de lasers doet, is trouwens het beste moment om zo'n ding te activeren. Maar dan moeten we dus wel goed op timen. Want kijk hoe die loopt dan. Oh jongens. Hier is de laatste. Dit is de laatste. Maar die gaat... Ik moet dit timen. Ik moet dit echt heel goed timen. Kom op. Doe het. Nee. Nee. Waarom doe ik zo dom? Kom op. Doe. Oké, we hebben ze alle 4. We hebben ze alle vier. Dat is nu de knop die we moeten indrukken. Nee, kom op. Wat doet dit? Ik weet niet wat het heeft gedaan. Well, that was lame. I like the way you died before better. Was dat serieus? What the heck? Ik ben letterlijk echt 5 minuten bezig geweest en dan ga ik zo dood omdat dat ding... Wauw. Oké, ik heb ze weer alle 4 geactiveerd. Nu is dus de vraag, wat doet dit ding? Want als ik deze activeer, wat doet dat ding? Ik weet niet wat dat ding doet. Oh, het slaat. Het slaat af en toe iets weg. We moeten hem dus lokken, kijk. Oh, damn. Oh mijn god. Kom maar bij mij. Nee, doe dat niet. Hij moet nu daarmee springen. Ja, kom op. Slaan erin. Oh mijn god. Slaan erin. Doe het. Dit meen je? Dit mag niet. Letterlijk crasht het spel omdat er een update uit is gekomen in de tijd dat ik 40 minuten heb opgenomen. Ze hebben een check... Dit spel is toch wel een beetje heel erg goed dat ze hierover hebben nagedacht. Oh, ik hoef niet alles opnieuw te doen. Dankjewel! Oh, wat? Oké, we hebben dus nu niet... Dit is toch niet eerlijk? We hebben dus nu blijkbaar een cutscene gemist waarin dat grote ding werd weggelanceerd. En nu zitten we dus blijkbaar opeens in een self-destruct sequence van dit spel. Ik weet niet wat er is gebeurd. We missen allemaal natuurlijk dat stukje clip en zo. Maar wat is hier aan de hand? Ik heb het dus gehaald. Nou, dan kunnen we dat tenminste wel vaststellen. Daar ben ik blij om. Ook al heeft me dat wel echt heel veel pijn en energie en moeite gekost. Oh shit. Oh, dan vlieg je gewoon. Oké. Ik weet niet. Hier is de lift. Pak de lift. Kom op, ga dan. Want Melek zit achter me aan. Oh, maar kijk ook het hele spel. Alles gaat helemaal fout en zo. Allemaal magisch. Was dat het? Heb ik het overleefd? Oh nee, maar dit kan toch niet goed zijn? Collect the ring piece, ja! Oh, gaat dit? Nee, dit kan niet goed zijn. Ik hoor een alarm. Oh nee, dit was ik. Dat had ik al verwacht. We hebben de ring piece. Unauthorized collection of ring piece. 2-minute security lockdown initiated. Wat? Security is en route. You're locked in. Dit kan toch niet. Oh damn. Er is een 2 minuten lockdown hier gedaan. En we moeten dus nu 2 minuten overleven hier. Terwijl hij achter mij aan zit.
Joy! Ik weet het, jongen, je dwaas. Maar ik kan dit, let op. Hij doet niet heel veel. Ga weg! Nee. Alle mijn magisch. Hallo. Ja, schiet maar lekker die hele muur kapot. Het leuke vind ik dat Beers nog probeert te praten, maar ik hoor Beers ook niet meer. Want er is zoveel chaos gaande. Besef dat even wat hier aan de hand is. Check dit dan. Zieke lasers en alles. Ongelooflijk. Dit zijn wel de beste... Ik weet niet of die... Nee. Dankjewel. Dit zijn wel de beste 2 minuten die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt in een spel. Kijk dat dan. Oh, jongens. We blijven maar gewoon rennen. Totdat die deur open gaat. We moeten wachten tot dat deur naar daar. Die. Zone 1. Die deur moet open. Zone 1 deur. Hoe is het met zone 1 deur? Oh, shit. Oh, damn. Maar hij rent ook zo eng. Hij is gewoon echt heel... Hij schoot me bijna neer. Dat mag je niet doen. Dat is niet lief, weet je dat? Je bent godsamme een robot die gemaakt is om lief te zijn. En dan zijn ze zo flauw. Oh, die deur. Wanneer gaat die deur open? Uh-oh. Nee, niet get over here. Rot op, man. Oh, shit. Oké. Okay. Ja, dat klopt, ja. Nee. Oh, damn. Kijk, het is bijna tijd. Ja, it's open. Oké, de lift. Het is wel over. Ik heb het gevoel dat we zo dicht bij het einde zijn. Kijk. Oh, het portaal is daar. Ga open, kundeer. We moeten dit laatste stukje waarschijnlijk rennen. Dat had ik al verwacht. Ik ga niet omdraaien. Ik ga wel omdraaien. Wat de heck? Escape, run! Oh, so close. Dit meen je? Dit is niet eerlijk. You really hurt my feelings. You can't leave without saying goodbye. Dinner time! Huh? There you go. I like my meat pretty bloody. You are dead. Too bad. I'm not done with you yet. Yay! Mess him up! He's mine now. Curse you, demon. Ha ha! That felt pretty good. I know, right? Did it so seek? Look at you now. I told you I wasn't over. It's all yours, boss. Boss Oak. We broke him down real good for you. I can see that. Excellent work. How the mighty have fallen, eh, mortal? I told you this would end badly. Yeah. No use resisting. You're going to show me everything, whether you want to or not. Okay. What the heck? Wat was dat dan? Hallo? Ik dacht echt... I'm still alive? Where am I? Now we can get to know each other a little better. Let's see what horrors lie in that little brain of yours, shall we? Serieus? Horrors? He can't mean... That's better. I'll be stepping in for Beers for this process. You don't mind, do you? Nou, ik weet het niet. Al die lach. Let's see what secrets lie in the dark recesses of your memory. You're not afraid of the dark. Nee, dat niet. Wat dan? Wat is dit? Kan ik lopen? Waar ben ik beland? We hebben dus een ziek chapter 4 tot nu toe gehad met de Joy Gang. En opeens zijn we met Melk in mijn brein die mij kan besturen. Het moet niet zieker worden dan dat. Ik ga het gewoon oppakken. Ik weet niet wat het is. Een pil lijkt het op. Hallo? Oh, huh? Nog een pil? Keep going. We're not done yet. Wat de heck? Ik loop naar pillen toe of zo en daar staat iets.
Dit is een soort van... Just a little further. Waarom? Wat is dit dan? No. A family home. How charming. Who's the cowering little girl? Your daughter. How interesting. What? Not the daughter you wanted, though. A defect. Damaged. The same as her mother. What the heck? I am getting sick of her public meltdowns. Why am I always being called out of work to deal with her, huh? From now on, you deal with her. Deal with her? When do you ever do that? She's your daughter, you jerk. You don't spend any time with her. She's autistic and needs attention from a loving father. You don't even give her the bare minimum. We both know she got it from you. What? You're the bipolar mess, and you passed it on to our kid. Huh? You happy? If I'd have known how messed up you were, dit is echt I'd ziek. Have never married you. Joke's on me, I guess. Dit is Here ziek. We go again. Yep, that's all you ever say. Yeah, I know what you think of me. Sorry to ruin your life. All you really need is your money and your secretaries, right? What is wrong with the two of you? Why can't you just be normal? Oh, you pretend we don't even exist. Even if you hate me now, Tammy needs you. Tammy. And all you care about is your stupid work. Welk werk? Tammy could drop dead and you wouldn't even notice. What kind of man are you? All I know is, you two are sucking the joy out of my life. Sick of it. I don't need this garbage every single what? Day. Yeah, I know. You don't want to hear it. You just want to hear that nothing is wrong with you and it's all my fault, right? Holy shit. They really killed the joy in your life, didn't they? That must have been a terrible burden for you. Yeah. Tammy, I'm sorry. I could never love you unconditionally. I'm sorry. Those were the last words you heard me speak. Wow. We hebben dus nu een backstory van het karakter dat wij spelen. En daarin komt dus naar voren dat wij een dochter hebben die autistisch was. En dat wij daar zelf niet mee om konden gaan als vader of zo. Damn. Waar moet ik nu heen? Moet ik nog ergens pillen zoeken of zo? Hier ligt iets. Of niet? Nee. Moet ik naar mijn dochter toe? Of door die... Waar moet ik... Ik kan nergens naartoe of wel? Oh. Oh, we gaan verder. So you were not the best family man. Nee. Nee. This is small potatoes. Where's the real meat? The real meat? Gaan we nog heftigere dingen meemaken van dit? Oh, wat is dit dan? Werk of zo? Een kantoor? When are you going to deal with your wife? Look. Nee, joh. I said I'd take care of it. Nee. She's an idiot. I will get her out of the picture one way or the other. Just trust me and be patient, okay? Don't do anything stupid. Your daughter is going to hate me though, right? That's going to be really awkward. Does she have to live with us? Tammy is not the problem. Yeah, she's a messed up kid, but she won't get in the way. See, she's at that age where she doesn't like her mother all that much either. She'll side with me. Dit is zo ziek. I hope you're right. I'm getting tired of waiting for you to keep your word. Remember, you promised me. Oh yeah? Well, how's that new car treat? Just like oh, I promised. Oh wow, is it now echt... So, I meet you at 8 tonight. At least thinks I'm going out of town for a conference for 3 days. Okay, but don't expect any monkey business in some hotel afterwards. You owe me a nice night out. Wow. Till death do you part, eh? So much for wedding vows. I can't say I blame you. Oh my God. They were all upgrades, weren't they? Yeah, there's weet het no ook niet. Shame in indulging yourself. You only live once. You only live once. That's not who I am anymore. Maar he is reading my memories. I have to escape before he finds out too much. Nou, als Malik op dit moment in mijn brein zit, denk ik dat hij al te veel weet. Want dit is ziek. Wat is dit voor zieke background story eigenlijk van ons en mijn vrouw en het vreemd gaan en het sugar daddy zijn en een dochter die en dit is te veel. Dit is te veel. Dit had ik niet verwacht terwijl ik dit ging op. No, he found me already. Ah, now we're getting good. What? Doug Hauser. How pathetic. So this is what you really look like. Quite the contrast.
Your soul looks so much younger. Is that how you see yourself on the inside? Must be the narcissism. Nice blood ritual. Did you look that up online? Quite a desperate act. What motivated you to do it? Was it the cancer? Or something else? Something more painful, perhaps? Tell me, Doug. What's Doug really eating away at your soul? Why are you so full of regret? Show me. Stop it! Get out! Let me go! There it is. Let's go deep. Nay. Nay. Nay, 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 nay. Not the... What? Well now, this is more like it. No, don't bring me here. Don't back away, Doug. Come closer. Wat is dit? Ben ik dat? Is dat mijn familie? Mijn vrouw en mijn dochter? Heb ik iets gedaan? Een ongeluk. From your demons. Maar wat? Wat stond hier trouwens? You can't run. Ik weet niet wat het is. Heb ik... What's down there in the water, Doug? A car. Is that there? Is that your family? How tragic. But why would you feel regret for that? You hated them, didn't you? Accidents do happen. You can't blame yourself for that. Unless... Was it an accident? Did you have something to do with it, Doug? Echt, heb ik mijn familie? What did you do? It's time to wake up, Tammy. Wat? Your dear father has come all this way to see you. Wat gebeurt? Ah, there she is. I can see why you were so disappointed. Not much to look at. Below average in almost every way. Must have been embarrassing to call such a disappointing girl your daughter. After all, a man as great and accomplished as yourself deserve better. No. Am I wrong? What do you think, Tammy? Oh, nay. What the heck? What the heck? You did this! Go give your daddy a big hug. I think he wants to tell you how sorry he is. I didn't know she would... Dit is zo ziek. Malik heeft mij net gewoon ook als... Oh nee. And I've got a job for you. Wat dan? Wat? Just a little present for Beers. No, no, no. Go ahead and toss him back. Nee. Time for Beers to finally pay what is owed. Wat? What? You said I could eat him. You heard the boss, Hangry. Take out the garbage. Ah! Oh, alright. At least I got a bite. What a waste of good meat. Good night, sweet prince. Wij zijn dus... Ik heb... Dit is... Yeah. Boss man says you gotta go, so... Adios! You escaped met een vraagteken. We hebben wel een rank B gehaald, waar ik wel een beetje trots op ben. Maar voor de rest, ik heb hier echt een heleboel dat ik moet verwerken. Want we hebben dus nu net door Melk gezien wie wij zijn. Wat super vet is voor het verhaal van dit alles. En waarschijnlijk komen we dus er ook achter waarom wij hier bij Bears zijn gekomen. Want dat weten we natuurlijk niet. Het is natuurlijk begonnen als een heel simpel Pac-Man horrorspel. Maar nu dat verhaal erin zit, het is zo vet! Het is zo gruwelijk om te zien dat wij Doug zijn. Dat wij eigenlijk echt een hele nare man waren voor zowel mijn vrouw als dochter. En dat wij zelfs, misschien met opzet, ervoor een ongeluk hebben gezorgd. Dat wij zowel mijn vrouw als dochter overleden zijn. Dat is wel echt een heel duister en ziek verhaal. Holy damn. Ik ga in ieder geval op next drukken, want er gaat waarschijnlijk nog iets gebeuren, denk ik. Ik ben zo benieuwd. Wat gaat er nu zijn? Oh, het is een beers. There you are. Yeah. What happened? What did he do to you? Nou, ja, dat zou ik eigenlijk niet willen vertellen. How did you escape? Wil ik ook niet zeggen. You're a
bit worse for wear, but you're still alive. And you have the ring piece. Yeah, dat klopt. Oh, such a relief. I thought you were a goner. That would have made all this for nothing. What the heck? Capable souls are hard to find, after all. I'd rather not waste my time waiting for another. Oh, okay. Yes, that was a compliment. Don't get cocky. Ik vind haar zo gek hoor. Ze is zo'n gek persoon. Time to feel sorry for yourself. Take a short breather and pull yourself together. The next nightmare awaits and time is running out. The next nightmare awaits. Wat de heck gebeurt er? Wat gebeurt er? What the? What's happening? The eye! What did you do? Oh. Did you miss me, Beers? You idiot! You let him in! Do you realize what you've done? Nee. Don't be so hard on the poor boy. I marked his mind. No, he resisted. But there was nothing he could do to stop it. You always knew this moment would come. Is that so? I guess I should thank you then. If I finish you off here, getting the rest of the ring pieces will be much easier. Holy damn. This fool won't mess that up. How naive! Even now, you really believe you have a chance. You think you can claim me, Malak? I'm not as powerless as I was before. You've always belonged to me, Beers. What? Nothing will change that. Het enige dat ik niet begrijp is wat zij... Oh, wat is dit nou even van Star Wars? Oh mijn heet... Holy... Oh, wat de heck gebeurt hier? Gaat... Nee, Melle kan toch niet dood, of wel? Oh, damn. Oh. What? How does it feel, demon? To be beaten and at my mercy for a change. You think you're so clever, and yet somehow I always win. Beaten by a mere mortal. To think I was silly enough to fear you all this time. The ring's power is even greater than I imagined. Holy shit. Ja, dat had ik wel verwacht van een demon, dat hij nog leeft. Laughing about. Want... Huh? Oh mijn. Dit is niet goed. What trickery is this? What's the matter, Beers? Don't lose your confidence so quickly. It doesn't matter how many clones you make. I'll destroy them all. I'm too powerful to stop now, Malak. I've beaten you. What? Beers die heeft dus nu alle krachten van die ring, zeg maar. Maar Melk is gewoon sterker dan Beers. Het enige wat ik nog afvraag is, wat speelt het allemaal in mijn brein af? Do you remember what I said before? I promised I'd be coming. And that I'd be bringing your worst nightmares with me. Maar wat dan? Well, I always keep my promises. Dit is zo ziek. Wat? Dat is alles van alle levels die we tot nu toe hebben gehad. En de hele toko gaat in de fik. Maar is dit het einde van alles? Nee toch? Oh nee. What? You're not happy to see her again. Oh! Nee! Echt, Beers? Does it hurt, Beersie? Nee, 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 dit mag niet. Dit mag niet. You should have stayed out of my room. Not sorry at all, are you? Well, that's okay. An apology isn't going to save you. I'm gonna help Daddy tear you apart. Daddy. Oh, wow. Peace. It'll be fun. Oh, goody. That mean Anna took all my friends is here too. Oh. Hiya. It was necessary. I had to do it. We zien maar daar voor het eerst liggen. Oh. Zagen jullie dat? And it was beautiful work. I enjoyed your little offering. Too bad you refused to know your place. Can I stab her face? Yes, yes.
There'll be plenty of time for that. But first, let's get what we came for. For the ring piece of what? Yeah. Good. All here. I'll be taking these back now. You filthy demon. Those are mine. He's taking the ring pieces. If you ever want to see them again, get up right now and stop him. Oh, maar hij gaat nu alle krachten van de ring pakken. Those are mine. Oh, wow. This is not over, Malak. I won't let it end this way. No. Jeez, are you still whining? Shut up and die already. Holy damn. Gaat ze echt dood? You think you've won, Malak? You don't have them all. The one I took from you that day. What? How did you bind that one? Will always have it. Be gone from this place. Oh my. Holy damn, echt? You're only delaying the inevitable. The outcome has not changed, and the ring pieces are coming with me. Oh wow. I'll be taking your little puppet as well. Nee. Nee, ga ik nou echt? Oh, wat is dit? Oh, dit is het volgende chapter. Oké, holy damn, daar stop ik hem maar gewoon even. Want volgens mij was dat het begin van een nieuw chapter. Dat wij natuurlijk nog met z'n allen gaan spelen in een nieuwe video. Wat was dit? Dit was zo'n zieke cutscene. En ik hoop dat jullie genoten hebben van dit hele verhaal, van dit alles. Dit was zo bizar goed. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze Dark Deception aflevering en ook van de backstory die wij hebben gekregen. Druk op dat blauwe duimpje omhoog als jij zin hebt in wellicht een van de laatste afleveringen van Dark Deception hierna. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Klik hiernaast op andere video's. Ik maak natuurlijk heel veel horror en Dark Deception is er één van. En ik hoop dat jij gewoon gaat genieten van de video's op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken naar deze extra super lange aflevering weer. Ik kan nog maar één ding zeggen tegen jullie. En dat is tot bij de volgende Dark Deception aflevering. En doei mensen!